Goedemorgen en van harte welkom bij de eerste Letters Talk. Vandaag praten we over het diagnosegesprek. Hoe ziet zo'n gesprek eruit? En is het eigenlijk mogelijk om een slecht nieuwsgesprek toch goed te laten verlopen? Ik praat erover met artsen. Thuis kun je meepraten aan het einde van deze uitzending. En natuurlijk is er een prachtig optreden en die komt vandaag van rapper Rijst erbij. Dat en meer tot de klok van 12 uur. Thuis kun je vragen beantwoorden die ik je graag ga stellen. En de eerste vraag verschijnt in Slido en die kun je openen op je telefoon. Scan dan de QR-code. En de eerste vraag luidt, wie ben jij? Ben jij iemand die Usher heeft? Heeft iemand in jouw naaste omgeving Usher? Heb jij professioneel te maken met Usher of anders? We komen zo bij je terug. En ook hier in de studio een naaste aanwezig en het is de papa van Siem, Jeffrey. Jeffrey Heijmans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja. Wat is Siem voor kind? Siem is een onwijs leuk mannetje. Echt super grappig, maakt heel veel grapjes. Ja. Is de jongste van onze drie kinderen en denkt vooral dat hij de baas is in huis. Dus eigenlijk een beetje een doerak. Daarboven zit een tweeling, hè? Ja, we hebben een tweeling inderdaad. Die is 7 jaar oud en Siem is 4. Ja. Ja. Wat was het moment waarop je dacht, misschien is er wel iets aan de hand bij Siem? Eigenlijk al heel snel, vlak na de geboorte. Tegenwoordig doen ze thuis de gehoortest, in het kraambed eigenlijk al. En die eerste twee keer ging de test niet goed. Nou, op zich was dat bij ons nog niet echt de reden tot paniek, want bij de andere kinderen was dat ook zo. Dus ja, we maakten ons nog niet zoveel zorgen. Maar de derde test was ook niet goed. En toen zeiden ze wel van, het is even spannend. We moeten je doorverwijzen en dan en hou er rekening mee dat er toch wel iets aan de hand kan zijn. En dat was toen Siem echt nog heel klein was. Ja, was hij 10 dagen oud denk ik. Ja. 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 Wat was het moment waarop je je zorgen begon te maken? Nou, op het moment eigenlijk dat we dat te horen kregen van dit is wel even spannend. We gaan jullie doorsturen naar het audiologisch centrum. En daar gaan ze verder onderzoek doen. Maar houden rekening mee. En toen dachten we wel van, En waar moest je op dat moment rekening mee houden? Kan van alles zijn. Hè. De doofheid, maar ook misschien zat er wel vocht achter het trommelvlies. Mm. En viel het eigenlijk allemaal wel mee. Ja. Ja, dus eigenlijk in die ratio van eigenlijk misschien niks aan de hand tot het allerergste. Ja, dat kon het allemaal zijn. Ja. We gaan even kijken naar de uitslag van de eerste Slido. Jullie hebben hem al weten te vinden met z'n allen. Hartstikke fijn. We gaan eens even kijken wie er op dit moment aan het kijken zijn. Nou, het valt op. De meeste mensen die nu kijken zijn mensen die iemand in hun omgeving hebben met Usher. En 31% van de mensen die nu kijkt heeft zelf Usher. Een aantal professionals en anders. Wie zouden die anderen kunnen zijn? Goeie vraag, maar ik heb geen idee. Vrienden, buren misschien. Ja. Dat diagnosegesprek. Uiteindelijk kwamen jullie daar terecht. Hè? Jullie gingen horen, wat is er aan de hand met Siem? Wat weet je nog van die dag? Ik weet nog van die dag dat wij aan het einde van de dag op gesprek mochten komen. Bij mijn vrouw wekte dat al wat argwaan. Die dacht, waarom komen wij helemaal als laatste? En ik dacht nog, wij mochten ergens tussendoor. Dus ik denk, dan is dat logisch. Dus ik maakte me nog niet zo heel veel zorgen. Maar we zaten te wachten in de wachtkamer en toen werden wij opgehaald. En terwijl wij eigenlijk naar de kamer liepen, zei dokter Pennings al van, we hebben iemand van maatschappelijk werk, zit ook erbij. Wat dacht jij toen? Dat is foute boel. Dus, dan weet je nog natuurlijk niet van hoe en wat. Mm-hmm. Alleen op dat moment gingen alle alarmbellen rinkelen. Dan ga je gewoon het gesprek in. En dan laat je het als het ware over je heen komen wat er dan gezegd wordt. Wat werd er gezegd? Er werd gezegd dat er bij Siem een afwijking is gevonden in het gen.
wat te maken kan hebben met Usher. Dus dat de kans dat hij op latere leeftijd Usher gaat ontwikkelen zeer groot is. Had je ooit van Usher gehoord? Nog niet voordat wij besloten Siem te onderwerpen aan het genonderzoek. Ah. En voordat we dat gingen doen werd ook wel uitgelegd van nou, wat kan er allemaal gebeuren? Of welke uitslagen kunnen er komen? Mm-hmm. En waaronder Usher er één van zou kunnen zijn. En wij zeiden al voor die tijd van nou, het mag alles zijn als het dat dan maar niet is. En toen werd gezegd, mogelijk is het Usher. Ja. Wat gebeurde er intern? Ik denk op uiterlijk gebied was ik redelijk rustig. Van binnen kon ik de stoel wel pakken en door het raam heen gooien. De vloer valt onder je voeten vandaan, als het ware. Het is verschrikkelijk om zoiets te horen. En ja... Net als de doofheid, dat hadden wij natuurlijk al eerder gehoord. Mm-hmm. Ja, dat zijn gewoon tegenslagen die je meemaakt. En dat zijn dingen die wil je niet horen als oude zijnde. Waar was je op dat moment het meest gefrustreerd over of bang voor? Nou, dat het niet het eerste slecht nieuwsgesprek was wat wij hebben gevoerd. Want ook met jullie oudste kindje hebben jullie een gesprek moeten voeren, hè? Ja, ja, wij hebben van de drie kinderen zijn er twee dan zorgintensief, waaronder Siem dan met zijn doofheid in Usher. En een van de tweeling, we hebben een tweeling nog erboven, die een daarvan is rolstoelgebonden en heeft een heel is spastisch, zeg maar. Dus het was een extra grote klap wellicht wel daardoor. Dit is iets wat wij nooit hadden verwacht. Je bent als gezin zijnde, we hadden toen twee kinderen en dan ga je nadenken van goh, zien wij ons nog een gezin verder uitbreiden? Wat zijn de voor's en tegens? Dat weeg je dan toch af. En wij zeiden tegen elkaar van nou, wij hebben onze postje al gehad. Dit kan eigenlijk niet nog een keer gebeuren of dit gaat ons niet meer overkomen wat we nu hebben meegemaakt en we gaan ervoor. Ja. Hoe is het in de dagen na dat diagnosegesprek met jullie gegaan? Ja, ik denk wel goed. Moet ik even terughalen. Ja, op weg naar huis hebben we heel veel... Een beetje cynisch eigenlijk. Hè? Dus je gaat ook een beetje grapjes maken. En wat voor grapjes? Ja, dat kunnen hele harde grappen zijn. Ook in het slecht nieuwsgesprek met dokter Pennings hebben we... Ook wel wat grappen gemaakt over mijn vrouw wilde heel graag een hond. En ik vul hem zelf maar in, zeg maar. Die zouden wel komen. Ja, die zouden wel komen. En uiteindelijk hebben we nu ook een hond, dus dat is een ander verhaal. Maar die is er gekomen. Maar niet voor Siem. Dus gewoon als gezelschap hond. Ja. maar ook humor is voor ons ook een ding, zeg maar, om het draaglijk te maken. En om dingen ook te relativeren. En ook omdat je natuurlijk weet van, nou... Tim met zijn beperking en nu Siem, leer je ook andere mensen kennen die in hetzelfde schuitje zitten en die weer hele andere dingen meemaken. Waarbij wij zeggen dan tegen elkaar van ja, zie je, het kan ook nog veel erger. Dus dan dat het bij ons is. De relativering haal je uit je omgeving. Ja. Als je terugdenkt aan dat moment in die kamer met die maatschappelijk werker erbij en dokter Pennings, heel team, wat hebben ze goed gedaan? Wat ze goed hebben gedaan is dat ze echt alle tijd hebben genomen. Echt om alles rustig uit te leggen. Ons moment te gunnen van het verwerken van het slecht nieuwsgesprek. Mm-hmm. Daar kregen we echt alle mogelijkheden toe om dat zo te doen. En daarna werd gewoon heel rustig uitgelegd, duidelijk van nou, dit houdt het in. Mochten er vragen zijn, konden we laagdrempelig contact opnemen. Dat was super fijn. Er werd aan ons gevraagd of wij ook onszelf wilden laten onderzoeken op genetische afwijkingen. Mm. Dat hebben wij toen ook gedaan. Waarom? Omdat wij gewoon benieuwd waren waar het vandaan kwam. Ja. En we hadden echt geen idee. Dus dat maakte eigenlijk dat we dat heel graag wilden weten. En wat ook gewoon fijn was, is dat we gewoon buiten alle protocollen om niet naar de afname voor het bloed, dat we daar naartoe moesten nog. Mm-hmm. Maar dat er iemand naar ons toe kwam. Het werd allemaal voor je geregeld. Het werd gefaciliteerd en geregeld inderdaad. En dat is gewoon heel fijn, want wij zaten sky high in de emotie. En dan hoef je niet meer door zo'n ziekenhuis heen te wachten met andere mensen in een wachtkamer. Er kwam gewoon iemand naar ons toe. En je kon duidelijk merken dat dat niet gewoon standaard was. Dus dat hebben wij wel als heel fijn ervaren. Jij zei
er zou een stoel door het raam kunnen vliegen. Dus jouw emotie zou je beschrijven op dat moment als... Ja, ongeloof en boosheid. Maar ook omdat dit niet het eerste gesprek is geweest wat je hebt gehad. Dat je echt denkt, hoe dan? Hoe kan dit nou? En waarom bij ons? En nou ja, dat soort vragen krijg je dan... schieten dan als het ware naar binnen. Ja. En, ja. Dat is ook een vraag aan jou thuis. En die stellen we weer in Slido. De QR-code verschijnt nog een keer in beeld. Welke emoties komen bij jou boven als je denkt aan dat diagnosegesprek? En die kun je intypen met 1 of 2 woorden. Daar komen we zo op terug. Hoe is het nu met Siem? Ja, Siem gaat hartstikke goed. Hij is met 10 maanden is hij geopereerd. Heeft hij 2 cochleaire implantaten gekregen. Ik weet niet of de mensen thuis ook de foto hebben Ja, we gaan Siem even in beeld brengen hoe hij nu is. Hij zit in een helikopter, zie ik op de foto. En ik zie inderdaad een heel blij mannetje. Ja, heel erg leuk. En het grappige is dat hij moest de koptelefoon op van de organisatie... maar we moeten zien, en hij vond het zelf ook heel erg leuk om die koptelefoon op te hebben, maar we moeten nog steeds uitleggen dat het eigenlijk niet zoveel zin heeft. Het was een beetje voor de show. Ja, het was een beetje voor de show, ja. Jij bent samen met je vrouw helaas ervaren in slecht nieuwsgesprekken. Bestaat het goede slecht nieuwsgesprek? Niet in de zin van de rauwe emotie die je op dat moment te verwerken krijgt. Dat kun je denk ik nooit goed doen. Maar wat wel ontzettend goed was in dit gesprek is de tijd, de rust, de empathie die zeg maar getoond werd door de artsen die er zaten. Dat is gewoon heel fijn en waardevol. En dat maakt of staat, of dat daarmee, daar valt of staat zeg maar mee... of zo'n gesprek goed verloopt of niet. En dat heeft, ja, voor een groot gedeelte ligt dat ook aan de artsen die dat brengen. Ja. En is een goed gesprek ook de start van een goede verwerking en vormgeving van een leven met Usher? Ja, dat denk ik wel. Ja, want zeker ook als je uitgenodigd wordt om laagdrempelig contact op te nemen met vragen. Dan voelt het ook zo, als dat, natuurlijk dat het ook kan. Hè, dan moet je dan ook gebruik van maken. En dat hebben we ook wel gedaan. We hebben ook een keer wat gevraagd. Dat we dachten van, goh, hoe zit dit? En dan is het ook fijn dat dat kan. Ja. Dankjewel dat je hier bent vandaag. Blijf nog even zitten, we praten zo nog even verder. Dankjewel. We zijn het land ingegaan en we hebben een aantal mensen gevraagd. Heb je een symbool, een voorwerp dat voor jou het leven met Usher kenmerkt? Deze mensen maakten een vlog en de eerste vlog komt van Marijke Nijland. Hallo, ik ben Marijke. Ik ben moeder van Sophie. Sophie heeft het Usher-syndroom. Als ik aan Usher denk, denk ik ook aan het paard van Sophie. Door het leven met Usher heeft zij ook te maken met teleurstellingen. Dingen die haar niet lukken, ziet ze haar leeftijdsgenootjes wel doen. Sophie heeft een grote liefde voor haar paard. Ze geniet van het paardrijden, verzorgen en samen leren. Een droom van elk paardenmeisje. Ondanks de teleurstellingen die ze meemaakt, heeft ze hierdoor ook heel veel genietmomentjes. Sophie krijgt hierdoor zoveel meer positieve energie. Het is een mooi team. Het paard werkt graag voor haar en is extra zorgzaam. Het paard voelt precies aan wat Sophie wil en als het nodig is, maakt zij de juiste beslissingen voor haar. Voor ons is het paard door het leven met Usher-syndroom extra belangrijk geworden. Voor veel mensen is het een dag die ze niet snel zullen vergeten. De dag... waarop het diagnosegesprek plaatsvond. En ik praat hier met 2 artsen over hoe zij kijken naar dat diagnosegesprek. Hoe vullen ze het in en hoe maak je er toch een goed gesprek van? Hier aan tafel 2 artsen dus verbonden aan de Radboud UMC in Nijmegen. Suzanne IJzer, zij is oogarts en specialist op het gebied van genetica. En zij is ook betrokken bij de trial gentherapie Usher type 2A. En naast haar Ronald Pennings, ook van harte welkom. KNO-arts, meer dan 20 jaar als specialist in het Usher-syndroom en daarop ook gepromoveerd. Welkom beide. Suzanne, waarom wil jij je inzetten voor mensen met het Usher-syndroom? Zo,
Lekkere vraag om mee te beginnen. Kijk, ik ben oogarts geworden omdat ik gefascineerd ben door het netvlies. Mm-hmm. En ik wil graag mensen helpen met afwijkingen in het netvlies. Usher syndroom gaat gepaard met een netvliesafwijking waar we tot op heden in ieder geval geen behandeling voor hebben. Mm-hmm. En dat is ik vind het een hele heftige aandoening, maar ook een enorme uitdaging om daar verschil te maken voor patiënten. Is het een missie van je geworden? Ja, en niet alleen voor Usher syndroom, maar voor veel mensen die oogkundige problemen door netvliesafwijking hebben, waar we tot nu toe alleen maar tegen kunnen zeggen, het is wat het is. Dat is een missie voor me, ja. Dankjewel. Ronald, jij bent betrokken bij natuurlijk de wijze waarop in het Radboud die diagnosegesprekken plaatsvinden. Jullie doen dat op een unieke manier in Nederland. Vertel eens, wat is er zo uniek? Ik denk dat het uniek is in de zin dat we eigenlijk dit soort uitslaggesprekken altijd aan het einde van de dag plannen. Dat het niet ergens in een poli tussendoor besproken wordt, maar dus echt aan het einde van de dag. Mm-hmm. En we doen het met het hele team, dus dat wil zeggen dat de klinisch geneticus erbij zit, dokter Veenstra, collega van ons. En ook het maatschappelijk werk of stichting gezinsbegeleiding, daar hebben we iemand ervan bij zitten. Ja. En dat hebben we heel bewust gedaan, en zoals Jeffrey net ook al aangaf, omdat daarmee we ook een stukje nazorg kunnen bieden. En op het moment dat je tijdens het gesprek aanbiedt, zegt iedereen van nou, dat hoeft niet, we regelen het zelf wel. Maar op het moment dat iemand actief bij het gesprek al betrokken is, mm-hmm. dan zie je dat, dat dan ook de vervolggesprekken daarna, een paar dagen later, even nabellen en nog eens vragen waar de behoeftes liggen of we nog meer kunnen betekenen, dat die eigenlijk veel beter opgevolgd kunnen worden. Dus jullie faciliteren iets waarvan mensen vooraf misschien niet weten dat ze er behoefte aan gaan krijgen. Ja, ja. Oké. Suzanne, er kwam al vooraf een vraag van een kijker binnen. Kan een slecht nieuwsgesprek goed zijn? Ja, ik denk het wel. Ja. Daar hoorden we het net eigenlijk ook al. Hè, dat slecht nieuws is natuurlijk vreselijk om te krijgen. Ook vreselijk om te geven, overigens. Mm-hmm. Ik kijk daar niet naar uit, naar slecht nieuwsgesprekken. Maar ze kunnen heel goed en prettig verlopen. Daar zijn heel veel ingrediënten voor nodig. Doe er eens een paar. Zoals Ronald net al zei, hè, dat je tijd hebben voor een slecht nieuwsgesprek is belangrijk. Maar het zal in dit geval dan bijvoorbeeld het voorbeeld van ouders, ook hoe mensen reageren op de informatie die ze krijgen. Mm-hmm. En hoe je daar zelf op kan inhaken. Dat kan heel ongemakkelijk zijn, maar het kan ook heel prettig verlopen. Ik heb net aan de kijkers gevraagd met welke emoties zij terugkijken op het gesprek. De uitslag van jullie antwoorden is binnen. Veel dank voor het inzenden daarvan. En als we naar de woorden kijken, dan zie ik ongeloof verschijnen. Regie, zouden jullie hem weer even kunnen voorzetten? Verdriet zag ik ook. Ja. Ja. Verraste je? Nee, helemaal niet. Nee. Ik denk dat wat we onder andere zien is wanhoop, frustratie, onzekerheid. Dat zijn zaken die we herkennen en die je ook eigenlijk verwacht, hè, bij een slecht nieuwsgesprek. Ja. Helaas is het wel zo dat bij een slecht nieuwsgesprek, in dit geval bij Usher syndroom, we het ook niet weg kunnen nemen. Hoe ga jij om met deze emoties, Ronald? Daar is alle aandacht voor. Hoe doe je dat? Nou, door het ook te benoemen. En we hebben vaak zo'n doos met tissues staan, die pak ik erbij als dat nodig is. Mm-hmm. Maar niet iedereen heeft dat nodig. Maar je probeert daar wel aandacht voor te geven. En wat we ook heel vaak doen bij het diagnosegesprek is de diagnose geven. En dan zie je vaak dat daarna mensen en ouders gewoon echt best wel een beetje dicht slaan. Mm-hmm. En ook niet de ruimte hebben om nog echt goed na te denken, om verdere vragen te stellen. Dus dat benoemen we soms ook en zeggen we, nou, we denken dat het goed is dat we dit voor dit moment dan hierbij laten. En dat we dan over 2-3 weken nog eens een keer opnieuw een gesprek hebben. En denk er eens over na en lees je eens in. En ja, afhankelijk van hoeveel behoefte er is, kunnen er nog meerdere gesprekken volgen. Ja. Maar daarin volgen we eigenlijk het proces van de mensen die dat ondergaan. Ja. Jeffrey, is jouw gevoel gedurende de tijd ook veranderd? Nou, je zat met die frustratie, ging je weg.
Als je nu denkt aan die diagnose, welk gevoel leeft er nu bij jou? Ik vind het wel, het moment van dat je dan daar vertrekt, naar het eerste gesprek. En inderdaad, nu het ook zo benoemd, zijn we inderdaad voor mij later nog een keer teruggekomen. Om het nog een keer, dat het nog een keer uitgelegd wordt. Hè. Dan ben je zeg maar meer helder. En dan sta je er ook meer voor open om die uitleg te kunnen ontvangen. Ja. En dat zorgt er dan ook voor dat je... dat maakt het ook draaglijker. Dat maakt het behapbaarder, zeg maar. En dat is fijn. Ja. Ja. Suzanne, jij zei net, ik zie er vaak ook tegenop als arts. Wat herinner jij je als een lastig moment? Nou, wat lastig is, niet mensen die breken, dat vind ik niet lastig. Dat vind ik wel vervelend, maar dat is niet lastig. Lastig is als je mensen niet meer kunt bereiken. Je wil mensen ook door dat moeilijke moment heen helpen. En als dat niet lukt, dat vind ik heel erg lastig. Hoe merk jij dat op, Ronald, dat het niet binnenkomt? Of dat je niet bereikbaarheid ervaart? Ja, ik heb dat niet zo vaak, denk ik, als ik heel eerlijk ben. Uiteindelijk, het is wel. Uiteindelijk probeer ik wel zo de gesprekken te sturen en te hebben. Voor mij is het pas klaar, laat ik het zo zeggen, op het moment dat het voor de mensen echt helemaal duidelijk is. En als ik daar 4 gesprekken voor nodig heb, dan zijn dat de stappen die je neemt. Ja. Als mensen zich heel erg afsluiten, dat heb ik ook wel eens gehad, dan probeer je wel heel proactief ook die vervolggesprekken te plannen. Ja. Ja. Suzanne, er kwam een vraag binnen van een kijker. Wat is nou belangrijk voor een patiënt of voor ouders tijdens en na het horen van die diagnose? Wat kunnen zij zelf doen? Ja, een moeilijke vraag vind ik dat. Ik denk, hè, zeker het voorbeeld wat we net hoorden, jullie hadden al een beetje wat gelezen over Usher-syndroom. Dus dat maakt het natuurlijk wel... Wat makkelijker. Ik zou in ieder geval, denk vooral wat ik niet zou doen, is me heel erg gaan storten op alle verhalen die online te vinden zijn. Waar je de meest verschrikkelijke en dramatische verhalen voorbij ziet komen. Dus dat zou in ieder geval de tip zijn. Maar je wel verder gaan verdiepen in het probleem of de problemen die er ongetwijfeld gaan komen. En wat is dan een goede bron van informatie, Ronald? Ja, het kennisportaal. Van Stichting Usher-syndroom. Daar staat gewoon informatie over alle verschillende vormen en typen. En het ligt er ook wel aan op welk moment je daar gaat kijken. Hè. Op het moment dat je een kind hebt wat slechthorend is en waar genetische diagnostiek ingezet wordt, dan kunnen er nog zoveel verschillende diagnoses uitkomen. Ja, je dan al helemaal gaan inlezen in Usher. Ja, dat zou ik pas doen op het moment dat echt duidelijker aan de orde is. Ja. We gaan straks verder praten over welke vragen er komen na dat diagnosegesprek. Dus blijf lekker zitten. Elke editie zetten wij een Usher in het licht. Wie is hij of zij en hoe wordt het leven met Usher vormgegeven? En vandaag zetten wij de spot op Jordan. Licht uit, spot aan. Hi, ik ben Jordan. Ik heb het Usher-syndroom type 2a. Ik ben grafisch vormgever, ondernemer. Ik ben 32 jaar. Jordan, jij zei me, ik vind het vervelend als mensen het erg voor me vinden. Ja. Waarom is dat? Omdat het eigenlijk helemaal niet erg is. Het is iets wat in jouw leven nou eenmaal overkomt. En je kunt er niet ik wil de anderen niet mee belasten. Dat vind ik het eigenlijk het ergste. Hoe zou je anderen daarmee belasten? Usher-syndroom is iets waar je wel afhankelijk, waardoor je afhankelijk wordt. Ik mag geen auto rijden bijvoorbeeld. Dus ik vind het dan soms nog wel eens lastig om een ander dan te vragen. Van joh, kun jij zorgen dat ik daarheen kom met verhuizen? Ik ben in Enschede, ben ik nu ondertussen al een paar keer verhuizen. En dan moet ik iedere keer weer toch mensen vragen, willen jullie me helpen? Want ik kan zelf dan geen auto rijden. Dat vind je bezwaarlijk? Dat is soms wel eens lastig, ja. En helemaal als je weer voor de zoveelste keer gaat. Jouw Usher-verhaal begint bij je opa. Klopt.
Ja. Daar hebben we ook een mooie foto van. Die brengen we nu in beeld. Ja, ik zie daar je moeder met je opa inderdaad. Ja, wat betekent deze foto voor jou? Mijn moeder die was 17 jaar toen zij mij kreeg. En zij heeft mij eigenlijk het hele leven daarin opgevoed. En doordat mijn opa mijn opa die was 42 toen hij te horen kreeg dat hij het RP had. Ja. Dat is dan niet per se het Usher-syndroom, maar het RP. Ja. En aangezien ik was geboren en nog wel slechthorend of eigenlijk niks hoorde, toen was het wel zoiets van dat ik slechthorendheid had. En later, gaandeweg, werd het wel duidelijk dat mijn opa Usher-syndroom had. En toen kwam bij mij eigenlijk ook wel het Usher-syndroom naar voren. Ze zijn jou gaan onderzoeken en ze kwamen erachter dat jij Usher hebt. Ja, we hadden eerst bloed nodig van iedereen. Mm-hmm. Dat was wel van mijn biologische vader als van mijn moeder en ook eigenlijk de rest van de familie. En toen ik ongeveer 14, 15 jaar oud was, toen kwam er een brief in de brievenbus met daarop de diagnose. Jij kreeg je diagnose in de brievenbus. Ja, klopt. Hoe kwam die bij jou binnen? Heel eerlijk had ik er op dat moment niet zoveel moeite mee. Omdat wij het gaandeweg met mijn opa al meekregen, mm-hmm. was het Usher-syndroom, het was eigenlijk al een klein beetje duidelijk. De kans is aardig aanwezig dat je het hebt. Dus daardoor ben ik eigenlijk al ervan uitgegaan dat ik het zou krijgen. Dus dat die brief binnenkwam, ja, het was een bevestiging. Maar het was niet iets wat mij al heel heftig overkwam eigenlijk. Jij ging gewoon door met je leven op dat moment. Ja. 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 Hoe ging het ziekteproces van je opa? Hoe verliep dat? Mijn opa die heeft eigenlijk best wel lang nog bijvoorbeeld, en dat vond ik het mooiste, de hond bij ons altijd uitgelaten. Ja. Die kwam elke dag op de fiets en ik denk toch nog wel tot eind 60 kwam die met de fiets, kwam die de hond ophalen. En dan ging die lekker het bos inlopen. En dat gaf mij ook altijd wel de motivatie van, joh, het maakt niet uit hoe oud je bent en hoe slecht je ziet. Er zijn altijd wel opties om toch te komen waar je eigenlijk wil komen. Dus opa hield jou eigenlijk ook positief over je eigen ziekteontwikkeling? Zeker, ja. Ja. Wat was het moment waarop het wel bij je binnenkwam? Rijbewijs. Ik was 18 jaar, ik was wel begonnen met lessen. Ik was een beetje achteraf, had je het wel een beetje in je achterhoofd dat je denkt van nou is het wel handig. Mm-hmm. Maar ik wilde gewoon graag mijn rijbewijs halen, dus ik ben wel begonnen met lessen. En toen had ik eigenlijk een normaal onderzoek in een ziekenhuis in Radboud. En de arts die hoorde dat ik eigenlijk bezig was met rijlessen en die zei toen eigenlijk van ik denk niet dat het heel verstandig is eigenlijk dat je verder gaat daarmee. Wat dacht je toen? Shit. Ja, dat was het enige wat ik eigenlijk op dat moment dacht. Ik denk, is oké. Nou, en toen was ook het moment van, dus je wordt afhankelijk. Daar heb ik wel heel even moeite mee gehad. Je moest stoppen met het halen van het rijbewijs. Ja. Hoe belangrijk was dat rijbewijs voor jou? Het rijbewijs zelf, ja, weet ik niet per se meer. Maar het was met name de afhankelijkheid. Ik wil heel graag gewoon mijn eigen ding doen en zelf weten wanneer ik waar ergens heen ga en niet afhankelijk zijn van anderen. Dus dat niet halen van het rijbewijs staat bijna symbool voor een stukje vrijheid. Haalde dat wel een beetje weg. Ja. Jij vult je leven nu op een hele krachtige wijze in. Je bent ook blij met je leven, heb je me verteld. Ja. Hoe ziet dat leven eruit? Familie, vriendschap en geluk. En dat is met name door hun. Ik ben eigenlijk altijd al... Een tegenslag is iets wat nou eenmaal meekrijgt. Je kunt er maar één ding mee doen en dat is weer bovenop komen. En daar heb je toch echt wel familie en vrienden voor nodig die jou daarin steunen en helpen. En die heb ik in het gaandeweg echt zeker heel veel gehad. En je doet werk waar je blij mee bent? Ja. Ja, dat was dat is een beetje hetzelfde als ook weer de afhankelijkheid. Die zeg ik nu wel heel vaak, maar... Ik wilde ook onder een baas werken, merkte ik dat het niet echt mijn ding was. Ik ben grafisch vormgever. Doordat ik dat al vanaf mijn 17e deed, wilde ik daar eigenlijk wel iets in verder. Maar ik wilde ook echt mijn eigen onderneming hebben. En toen je dus te horen kreeg van, ja, je hebt het Usher-syndroom, dan was wel zoiets van, wanneer word je dan blind? Want je hoort het in het begin helemaal niet. Nu heb je wel door dat het misschien wat langer duurt. Nou, dan is het nu misschien ook het moment om je onderneming te gaan starten. En dan ook echt te doen en te doen en te doen. Het was nu of nooit. Actie, ja. Ja. Je opa is er helaas niet meer. Nee. Stel dat hij er nog was, waar zou hij trots op zijn?
Ik denk de doorzettingsvermogen. Ja, ik denk dat ik... Ik heb toen een tijdje ook met mijn studie bijvoorbeeld, heb ik wel even een beetje moeite mee gehad. En mijn opa die zei altijd wel van, nou, ik vind het mooi dat ik nog steeds, ook al heb je tegenslag, je doet het weer, je gaat toch weer eventjes door. En dat is hetzelfde met Usher-syndroom. Je hebt een tegenslag, misschien merk je weer dat even iets slechter gaat. Een keer een ongeluk dat je met de fiets iets niet hebt gezien, iemand niet hebt gezien. Het is niet bij mij een reden om dan te zeggen, ik stop ermee. Nee, het gaat gewoon door. Jordan, dankjewel. Spot uit. Ja, en hier op de chat komt meteen binnen dat Jordan echt een topper is en dat hij ontzettend dapper is. En jullie knikken meteen. Ja. Zeker. Ja. Ja. Suzanne, jij voert ander soort diagnosegesprekken dan Ronald, hè? Klopt. Vertel eens. Nou ja, zeker in het geval van Usher-syndroom. Vaak komen patiënten met de diagnose al binnen. Mm-hmm. En in een heel enkel geval, zoals bij de opa van Jordan net ook, hè, is dat het soms pas wat later allemaal bij elkaar valt. En dat zijn de momenten dat ik heel af en toe diagnosegesprekken voer. Maar dat zijn echt de uitzonderingen. Ja. En jij bent eigenlijk altijd aan het begin al betrokken, Ronald? Ja. Ja. Ja, dus bij ons zijn de kinderen met slechthorendheid bij ons bekend. En ja, wij stellen die diagnose bij hen. Ja. Dus Siem is dus inderdaad bij jou langs geweest. En vaak meer volwassen mensen zullen bij jou terechtkomen. Ja. Ja. Na dat diagnosegesprek volgen er vaak een heleboel vragen bij mensen. Welke behandelingen, dat is een veelgestelde vraag vooraf, ingediend zijn nou bekend om Usher te stoppen? En zijn ze al toegepast? Ja, daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Die zijn er niet, wat best wel frustrerend is. Het is wel zo dat er heel veel onderzoek naar wordt gedaan. Mm-hmm. En dat we eigenlijk op dit moment met een trial bezig zouden zijn. Dus dat is in onderzoeksvorm voor een behandeling van Usher type 2A. Zouden zijn, zeg je. Zouden zijn, ja. Dat betekent dat jullie daarmee gestopt zijn? Nou, niet wij. Het is zo dat die studie, dat is een gesponsorde studie. Die studies zijn ontzettend duur. Mm-hmm. Dus van de ontwikkelaar, zeg maar, van dat medicijn. Die heeft ook een andere studie gedaan. Voor op dezelfde manier, maar voor een ander gen. Ja. En die studie heeft uiteindelijk niet de eindpunten bereikt. En als ik daar heel kort iets over mag zeggen, wordt... voor zo'n klinische trial wordt van tevoren bepaald wat de eindpunten zijn. Mm-hmm. En op basis daarvan wordt bepaald of het medicijn werkt, ja of nee. Die andere studie heeft eindpunten niet bereikt. Wij denken zelf dat dat komt omdat de verkeerde eindpunten gekozen zijn, maar niet omdat het medicijn niet werkt. Maar dat betekent wel dat die studie overnieuw gedaan moet worden. En dat is zo'n financiële strop voor het bedrijf, mm-hmm. dat ze eigenlijk... de Usher-studie nou niet kunnen financieren. Dus dat is de reden dat die studie niet van start is gegaan. Teleurstellend. Heel erg teleurstellend, ja. En belangrijk misschien nog aan te vullen... dat het gaat om een andere ziekte dan Usher. Hè? Dus, ja. Dit was een studie bij een andere aandoening dan voor Usher-syndroom. En waarom is die dan voor Usher wel belangrijk om te noemen? Nou, kijk, het bedrijf probeert medicijnen te ontwikkelen voor netvliesaandoeningen. Ja. En doordat die andere studie niet goed is gegaan, hebben ze nu gewoon een financieel probleem, waardoor de studie voor Usher eigenlijk niet door kan gaan. Ja. En wij hopen dat dat op niet al te lange termijn toch door kan gaan via dat een ander bedrijf dat over gaat nemen of iets anders. Maar daar zijn we afhankelijk van de beslissingen die zo'n bedrijf neemt. Dus dat is een tegenvaller, een flinke tegenvaller. Ja. Zijn er andere mogelijkheden op dit moment te noemen voor mensen om nieuwe behandelingen te volgen? Zijn er andere positieve ontwikkelingen misschien te melden? Nou, helaas moet ik weer zeggen dat eigenlijk niet echt het geval is. Er gaan binnenkort studies starten die
Die zijn niet voor Usher speciaal. Die zijn voor eigenlijk patiënten met retinitis pigmentosa. Dat een van de onderdelen is, hè, van het Usher-syndroom. Die zijn heel algemeen. En daarmee hopen we dat we de ziekte iets kunnen verlangzamen. Zeg maar, zodat het iets langzamer achteruit gaat. Maar het is niet een behandeling. Nou, er zijn wel een aantal preklinische studies. Hè? Dat zijn studies waarbij medicijnen ontwikkeld worden en geëvalueerd worden op diermodellen. Mm-hmm. En dat zijn voor verschillende type Usher zijn die wel in ontwikkeling. En dat gaat over 1F, ook voor Usher type 3, Usher 1B. Dus er is wel heel veel in ontwikkeling. Ja. En datgene wat er, als we eenmaal dat bij mensen kunnen gaan toetsen, dan hoop je dat dat op een gegeven moment werkt en dat dat dan ook weer voor de andere type gebruikt kan worden. Hè? Dus welke verwachtingen heb je daarvan en op welke termijn? Nou ja, kijk, we hadden natuurlijk, en ook omdat de studie voor 2A, dat is ook iets wat we in het Radboud ontwikkeld hebben. Mm-hmm. Dus daar houden we heel erg van, omdat dat natuurlijk iets is waar we zelf aan ten grondslag dat mee ontwikkeld hebben, zeg maar. Ja. En nu zit daar wat vertraging op. En hopen we ook dat die andere dingen ook door blijven gaan, zodat uiteindelijk we wel tot een behandeling komen. Maar het is, er zit vertraging nu op. Zo moeten we het eigenlijk zien. Ja. Ja. Een vraag aan jou thuis, weer in de Slido-app. De QR-code komt nogmaals in beeld. Graag horen we van jou, waar haalde jij hoop uit na de diagnose? Ja, heel vaak zal dat zijn natuurlijk behandeling of genezing. Die is er niet direct. Nee, wat wel misschien nog goed is om te noemen, want je kunt ook wel, wat we ook in de diagnosegesprekken altijd wel noemen, is dat er aanwijzingen zijn dat blootstelling aan fel licht, dat mogelijk de achteruitgang van het netvlies bespoedigt. Dus wij adviseren eigenlijk altijd aan ouders, maar ook aan patiënten, om toch iets van een zonnebril of een hoed of een pet, ook als de zon niet fel schijnt, maar het wel fel licht is, om daarmee toch het netvlies een beetje extra te beschermen. Dat is wat mensen zelf kunnen Dat is doen. Iets wat je zelf kan doen. Ja. Ja. Femke Krijger die zegt, er is toch ook internationaal onderzoek, Verenigde Staten, Zweden, hoe zit het met deze samenwerking? Weten jullie daar wat van? Ja, wij doen ook actief mee aan internationale onderzoeken. Mm-hmm. Ik denk dat die gentherapie-studie waar we het net over hadden, dat is voor Usher 2A. Dat is ook wel wat in Nederland het meest frequent voorkomt en wereldwijd ook. Dus daar worden grote studies naar gedaan. En de Nederlandse patiënten zitten ook in het Radboud in die studie. Dus wij doen daar heel actief aan mee. Ja. Maar het zijn geen therapeutische studies. Nee, en dus dat houdt in? Dat het vooral in kaart brengen is van het ziektebeeld. Kijken wat het natuurlijke beloop is. Dat is heel variabel bij de verschillende patiënten. Ja. En door daar beter inzicht in te krijgen, hopen we ook betere momenten voor, als die therapieën wel gaan werken, te weten op welk moment we zouden moeten behandelen. Ja. Er wordt ook gevraagd naar naar meer technische oplossingen, Ronald. Heb jij daar goede hoop in? Een bionisch oog bijvoorbeeld? Ja, een aantal jaar geleden zouden we samen met de afdeling oogheelkunde een aantal netvliesimplantaten gaan plaatsen. En toen ging het bedrijf failliet. Wat denk ik ook wel een teken is dat het succes van de cochleaire implantaten binnen het oor, hè, voor de KNO, dat heel goed werkt. En dat we echt mensen die doof geboren worden daarmee horend kunnen laten opgroeien. Ook naar het reguliere onderwijs kunnen laten gaan. Ja. Maar de netvliesimplantaten die hebben eigenlijk, maar goed, kan Suzanne waarschijnlijk meer over vertellen als oogarts, maar die hebben nog eigenlijk niet die precieze resolutie die je nodig hebt om er echt goed mee te kunnen zien, te kunnen lezen, liplezen bijvoorbeeld. Ja. Dat lukt eigenlijk allemaal nog niet. Dus heb ik er hoop op? Ja. En heb ik hoop op de ontwikkeling van genetische therapieën? Jazeker. Maar het zal nog wel een paar jaar duren voordat dat echt werkzaam zal zijn. Ja, dus er is ook echt een beetje geduld geboden, helaas. Ja, helaas wel. Ja. Ik denk inderdaad, dus die oogkundige implantaten, die zijn waanzinnig voor mensen die veel slechter zien dan de meeste Usher-patiënten in het eindstadium. Dus ik denk niet dat iets is wat we voor Usher moeten willen. Nee. Ik denk dat we het eerder bijvoorbeeld in de gentherapiehoek moeten gaan zoeken. Ja, Lisette Boddendijk die vraagt ook, hoe gaat het met het mini-genenonderzoek? Hebben jullie daar een update van?
Ja, nou, dat loopt en we zijn daarmee bezig. Maar dat, kijk, het verschil tussen de minigenen en de genetische pleisters, om het zomaar even te zeggen. De minigenen is echt meer een genetische therapie waarbij je echt genen inbrengt in de cel. En dat zal een eenmalige behandeling zijn, terwijl de genetische pleisters zul je herhaaldelijk moeten toedienen. En voor de minigenen, ja, dat is een veel langer traject, omdat dat een veel invasievere behandeling zal zijn. Omdat je echt in het genetisch materiaal wat gaat doen. De pleisters werken in op het aflezen daarvan. Ja. Dus die studies die lopen, en dat loopt prima. Maar dat is niet iets dat ook op hele korte termijn, zeg maar, een behandeling zou kunnen gaan geven. En jullie volgen het nauwgezet. Hoe is dat voor jou, Jordan? Als iemand met Usher, er wordt allerlei onderzoek gedaan. Hoe volg jij dat? Ik volg het op zich wel redelijk nauwlettend. Ik ben, en dan niet per se voor mezelf, maar ja, je bent er wel een klein beetje mee in de weer. Dat je wilt misschien een keer kinderen. En het is natuurlijk mooi voor de nieuwe generatie dat als je dan kinderen hebt, dat het daar aan toegediend is. Dat is dan als je ook de vraag hebt, waar haal je de hoop uit? Nou, dan is eigenlijk dat met name waar ik echt wel de hoop uit haal. Ja. Ja. Nou, waar mensen ook hoop uit halen zijn rolmodellen. Ik denk dat jij er een bent en dat je opa het ook was. Welke halen jullie eruit? Wat valt jullie op? Ik zie mantelzorg staan. Er is meer dan Usher, daar halen mensen hoop uit. Ja, in jezelf geloven. Hè? Ik denk dat er... dat is voor mij natuurlijk makkelijk praten, maar ik zie heel veel patiënten met heel ernstig zichtverlies... dat er zoveel mogelijk is. Dat mensen zoveel meer kunnen dan ze denken. Dank je wel. We praten zo met jullie verder. Elke editie hebben wij voor jullie een optreden van iemand met Usher of een aanverwante ziekte. En vandaag is het Martijn Rijsenbrij. En hij staat ook bekend als rapper Rijst Erbij. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom Rijst Erbij? Mijn achternaam is Rijsenbrij. En vroeger werd ik Rijst genoemd. Dus ja, Rijst is er altijd bij. Hou je van rijst? Ook dat. Ook ja. Dat. Ja, zeker. Dat ook. Maar dat heeft niks mee te maken voor de rest. Ja. Jij hebt RP. Klopt. Wat betekent een leven met RP? Een leven met RP, ja, het werd net ook al benoemd, deze ziekte, retinitis pigmentosa, is eigenlijk hetzelfde als bij Usher. Je wordt langzamerhand blind. Dus dat is eigenlijk kort gezegd waar ik mee moet dealen in mijn leven. Jij dealt ermee onder andere door te rappen. Klopt. Ja, wat brengt het jou om muziek te maken? Muziek speelt eigenlijk al mijn hele leven een rol. En toen heb ik 10 jaar geleden het rappen ontdekt. Dat is eigenlijk een manier om mijn gevoel op papier te schrijven, maar ook over te brengen aan het publiek. Door optreden of muziek te luisteren van mij. Zodat mensen ook misschien wat hebben aan mijn boodschap, wat ik wil brengen. Ja, we zijn heel blij dat je er vandaag bent. Hoe heet het nummer dat je voor ons gaat doen? Het nummer heet Donder Op. Dat klinkt een beetje gek misschien, maar het gaat over mijn gedachtegangen die ik heb. Ook over mijn oogziekte. En ja, tegen die gedachtegang wil ik gewoon zeggen Donder Op. Hier is rapper Rijst Erbij. Dutch Heavy Weight. Yes. Yes. Rijst erbij. Ja. Naarmate de jaren verstrijken, denk ik vaak aan wat er komen gaat. Hoe staat het met mijn ogen? Stiekem hoop ik dat het overgaat. Hopen op een wonder is geloven in het goede. Maar beroep me wel op feiten als de vlekken in mijn ogen slaan. Ja. Beter focus op de rode draad. Buig maar liever over zaken die niet zomaar overgaan. De grote vraag blijft, wanneer eindig ik daar bovenaan? De poorten naar het paradijs steeds wat verder openstaan. Laat het los, rustig aan, even niks. Zogenaamd, zo vanzelfsprekend dat het leven over rozen gaat. Des te meer besef ik dat ik niet meer op de bodem sta. Opgeklommen ben, maar voor commentaar openstaan. Op elkaar spelen, want we lopen graag stevig. Met een opgeheven hoofd, ik ben toonaangevend.
want ik ben zo vaak gretig. Maak meters met de missie. Vertrouw op intuïtie, ga niet wachten tot ik niks zie. Alle lichten gaan uit, je ziet me lachen in de spotlight met de bos vooruit. Ga niet wachten op de dag dat het donker wordt. Tegen die gedachtegang zeg ik donder door. Alle lichten gaan uit, je ziet me lachen in de spotlight met de bos vooruit. Ga niet wachten op de dag dat het donker wordt. Tegen die gedachtegang zeg ik donder op. De tijd tikt verder, ja we worden er niet jonger op. Ben te laat begonnen, ey hoe kon ik met mijn stomme kop. Sporen van ellende, wat een bende, maar we moeten verder. Zonder veel gemoppen ruim ik netjes nu die rommel op. Donder op, ik stond er nog en sta er nog steeds. Zoveel beren op de weg, ben altijd klaar voor de race. Maar ik weet van de een op de andere dag. Kan ineens alles anders zijn dan dat je verwacht. Geef me de kracht, meteen ben ik één met de lach. Ik leef, maar weet opeens, ja doorbreekt het de dag. Want met één telefoontje en de wereld ziet er anders uit. Van alles loopt op rollen tot bezoeken aan het ziekenhuis. Zie het positieve, ik wil ook genieten. Het hoort erbij, maar wil niet leven volgens prototypes. Geen gesodemieter, ik ben straight to the point. Daarom leef ik nu mijn leven, ja je weet het maar nooit. Alle lichten gaan uit, je ziet me lachen in de spotlight met de bos vooruit. Ga niet wachten op de dag dat het donker wordt. Tegen die gedachtegang zeg ik donder door. Alle lichten gaan uit, je ziet me lachen in de spotlight met de bos vooruit. Ga niet wachten op de dag dat het donker wordt. Tegen die gedachtegang zeg ik donder op. Alle lichten gaan uit, je ziet me lachen in de spotlight met de borst vooruit. Ga niet wachten op de dag dat het donker wordt, want tegen die gedachtegang zeg ik donder op. Dankjewel. Mijn naam is Marjolein Pruis. Ik heb het syndroom van Usher, type 1. Ik heb gekozen voor de klimop, omdat het eigenlijk ook te maken heeft met mijn leven. He, dat ik in de toekomst steeds slechter ga zien. En dat er steeds blaadjes van die klimop zullen afvallen, dus mijn zicht wordt minder. Maar er komen ook nieuwe blaadjes aan die klimop, waardoor ik nieuwe inzichten krijg. En zo op die manier blijven klimmen in het leven. Dag! Ja, een vlog was dat van Marjolein Pruis. Aan tafel praten wij verder over een leven met de diagnose. Dat betekent ook een leven met heel vaak afspraken in het ziekenhuis, controles, onderzoeken en vaak ook weer slecht nieuws. Ik ben benieuwd voor jullie thuis, nog één vraag op de Slido. Hoe ervaar jij de onderzoeken en de gesprekken tijdens de controles en na de diagnose? Ervaar je die als neutraal? Ben je vooral vooraf nerveus? Of heeft het achteraf heel veel impact? Wisselt het per keer? Of ga jij niet naar de dokter voor controles? We horen het graag. Ja, ik ga niet naar de dokter voor controles, is een antwoord. En jij begint te knikken, Suzanne. Ja, nou, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. In de zin dat je hebt een diagnose. En nou, wat we eerder al hebben aangehaald, zijn de controles zijn toch vaak veel herhaling van slecht nieuwsgesprekken. En het zijn toch nou ja, de veranderingen, de achteruitgang wat die patiënten al merken. Hè? Dus dat, om je dat nog van een zorgprofessional te horen, terwijl je het al weet. Ik denk dat niet iedereen daar behoefte aan heeft. Er zijn ook patiënten die dat wel heel prettig vinden, hè, om bevestigd te krijgen wat ze zelf ervaren. Ik denk overigens wel dat het heel belangrijk is om te komen. Omdat, nou, we zeiden net al, hè, die studies voor gentherapie zijn even on hold gezet. Maar we hopen toch echt dat het op niet al te lange termijn weer gaat starten. En dat we dan mensen kunnen gaan helpen. En daarom moeten ze in beeld zijn en daarom moeten we weten wat de stand van zaken is. Dus het is belangrijk om te komen. Je hebt de mensen nodig ook om ze te zien. Om ze te kunnen helpen. Ja, en ze verder te kunnen helpen. Ja. Ronald, wat adviseer jij mensen die eigenlijk niet zo graag meer komen?
Ja, ik sluit me aan bij wat Suzanne al zei. En 20 jaar geleden zei ik, ja, het heeft niet zoveel zin. We hebben geen behandeling, dus waarom zou je elke keer jezelf laten pesten met al die oogheelkundige testen die ook niet echt leuk zijn. En nu zeg je, doe maar wel. En nu zeg ik, ja, ga gewoon, want het is gewoon goed om iedereen in beeld te hebben. En dat is voor het oor is dat wel echt anders dan voor het oog. Maar dus voor het oor hoef je niet elke keer langs te komen. Is het vooral goed dat bij Usher type 2 de hoortoestellen goed ingesteld zijn. Mm-hmm. En dat de Usher 1's controles hebben van cochleaire implantaten als ze die hebben. Ja. Maar voor de ogen is het wel echt zinvol en belangrijk. Ook met het oog op de toekomst. En misschien niet voor jezelf, maar wel voor anderen. Dat dat toch in kaart gebracht wordt. Ja. We hebben de uitslag van Slido binnen. En 35% zegt het heeft altijd weer heel veel impact. Vooral achteraf. Verrast dat? Nee. Totaal niet. Waarom niet? Nee. Patiënten zijn mensen. En ik denk dat dat voor mij precies hetzelfde zou zijn. Wat ik net al even aankaarte. Je weet best wel voor jezelf wat de stand van zaken is. Maar om dat bevestigd te horen, dat het bijvoorbeeld weer verder achteruit is gegaan. Ja, dat kan niet anders dan veel impact hebben. En dat heeft op het moment zelf impact. Maar op het moment dat je naar huis gaat en je gaat er mee dealen en het ja, populistisch gezegd een plek te moeten geven. Ja, dat kan niet anders dan veel impact hebben. Jordan, jij wordt ook uitgenodigd voor onderzoeken, vervolggesprekken. Hoe ga jij daarmee om? Ja, ik zou in dit geval eigenlijk neutraal zeggen. Aha. En dat is ook met name, ik hou wel van bevestiging. Je weet dat het achteruit gaat, je weet dat het minder wordt. En als je doorhebt dat je denkt van nou, de ene keer zie je wanneer ik op een fiets en ik ga een kruispunt over. En er is een moment dat ik denk van hé, dit zag ik 2 jaar geleden nog wel en nu niet. Ligt het dan echt aan mij of is het nu even het moment? En als je dan toch in het ziekenhuis komt en ik heb een onderzoek gehad en ik krijg te horen, ja, het is inderdaad een paar procent achteruit gaan. Dan denk je van nou, dan heeft het een kleine bevestiging dat je denkt. Dus voor mij is het eigenlijk neutraal. Je hoort maar, bevestigd dat het bij het ziekteproces hoort. Ja, 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 ja. En helemaal het, ook met als je toch wel wat informatie die je van tevoren ook met deze letter stalk krijgt, je weet wat het al is. Dus daardoor is het ook dat impact afvraag. Ja, ik weet het al. Dus ja. Ik weet al dat het gaat gebeuren en daardoor. Maar ik snap wel dat het voor iemand die het nog niet heeft. En dat vind ik soms nog wel eens moeilijk, ook om te begrijpen dat die dan zichzelf wel heel erg dat niet langs willen komen, omdat ze dan bang zijn dat ze dat te horen krijgen. Ja. En ik, ja, als advies zou ik ook alleen maar geven, doe het alsnog, want je helpt jezelf er alleen maar mee. Jordan zegt, je helpt jezelf ermee. Stel, mensen willen afwegingen maken hoe ze omgaan met het bezoeken van het ziekenhuis. Hoe vaak? Wanneer? Wanneer niet? Kunnen jullie een richtlijn geven? Nou, in ieder geval voor de oogkunde zou ik op dit moment zeggen 1 keer in het jaar, 1 keer in de 2 jaar. Toch om te bekijken inderdaad of het progressief is en hoe snel progressief dat het is. Ik denk wel, hè, wat Jorne net ook al aangaf, we moeten niet vergeten dat Usher-syndroom bij iedereen anders verloopt. En dat ook iedereen er anders mee omgaat. Hè? Dat het toch. Je kunt Usher-syndroom niet over één kam smeren. En we moeten gewoon rekening houden met de persoon, hè, die Usher-syndroom heeft. Maar medisch gezien zou ik zeggen, 1 keer in de 2 jaar zou minimaal zijn. Hoe is dat bij jou, Ronald? Anders, ik ben veel meer betrokken bij gesprekken over wat het precies betekent. Mm-hmm. Dus ik geef heel veel uitleg aan mensen over Usher, over de therapieontwikkeling. Heel erg aan het begin vaak. Heel erg aan het begin, hè? Maar ook als mensen toch in de puberteit zitten en dan de diagnose hebben gekregen. Of later nog dat ze dan dat elders gehoord hebben en dan nog een keer bij ons langskomen om een keer kennis te maken en wat meer te horen. Maar in principe de vervolgafspraken vinden eigenlijk altijd plaats bij de audiologische centra waarbij de hoortoestellen en de cochleaire implantaten afgesteld worden. En als er vragen zijn mag iedereen me altijd bereiken, hè? Ja. Dat is geen enkel probleem. Maar voor dat stukje ook de achteruitgang van het gehoor is zo geleidelijk bij Usher type 2 dat je ook niet verwacht dat daar binnen een jaar heel veel verschillen gemeten worden. Nee. Er zijn ook veel mensen hier op de chat die zeggen van goh, ik ga toch wel elk jaar even een keer ook om de kiesten in mijn netvlies te laten bekijken. Ja. Brildragend, dus dat vaak in een combinatieafspraak wordt hier gezegd.
Er valt nog heel veel te vertellen over dat diagnosegesprek. Ik hoop dat jullie er niet al te veel meer hoeven te voeren, omdat al die behandelingen hun impact gaan hebben in de toekomst. Hoe wordt het diagnosegesprek wat jou betreft nog beter, Suzanne? Ja, je maait eigenlijk het gras voor mijn voeten weg. Want het mooiste zou natuurlijk zijn als we, hoe erg een slecht nieuwsgesprek ook is, maar als we daarna handvaten of perspectief kunnen bieden door een behandeling te bieden. En dan, wat mij betreft, het liefst een permanente behandeling. Ja. Wat is jouw droom, Ronald? Nou, voor mij geldt dat de diagnosegesprekken die we voeren bij kinderen met mutaties in Usher type 1 genen, dat we daarbij nog heel vaak onduidelijkheid hebben. Of dat er later in het leven sprake gaat zijn van retinitis pigmentosa of niet. Mm-hmm. En daar zou ik de komende jaren heel graag meer duidelijkheid in kunnen bieden, zodat we, ja, die onzekerheid die dat met zich meebrengt is eigenlijk volgens mij nog erger dan horen dat het daadwerkelijk Usher type 1 zal zijn. Dus daar, dat is mijn droom. Ja. Dank jullie wel. Blijf nog even zitten, want we hebben zo ook nog een klein feestje met jullie te vieren. Bumper. Elke editie praten we jullie bij over nieuwe ontwikkelingen rondom het Usher-syndroom. Vandaag hebben we het natuurlijk over het diagnosegesprek. En heel fijn is het om daarna ook met je naasten te kunnen delen wat het eigenlijk betekent, dat Usher-syndroom. En daarvoor is een nieuwe patiëntenfolder ontwikkeld. Sandra Vijverberg van Stichting Usher-syndroom vertelt jullie er alles over. De eerste keer dat ik met Usher-syndroom te maken kreeg, was toen ik mijn beste vriendin Joyce de Ruiter leerde kennen. Naast haar enorme positieve instelling en veerkracht, zie ik ook de uitdagingen waarmee zij, maar ook andere mensen met Usher-syndroom te maken hebben. Dus besloot ik mij als vrijwilliger te gaan inzetten voor Stichting Usher-syndroom. Laten we eerlijk zijn, het is nogal een diagnose, doof en blind worden. En iedereen die de diagnose krijgt, heeft behoefte aan informatie. Natuurlijk heeft de stichting het kennisportaal, maar vaak is het fijner om iets in handen te hebben. Zeker wanneer je met je omgeving het gesprek aan wilt of soms zelfs moet gaan. De stichting heeft dus ook al vaker de vraag gekregen, is er niet een brochure die je kan lezen of kan laten lezen? Dus vroeg Yvonne Bressers mij 1,5 jaar geleden of ik de tekst voor een patiëntenbrochure wilde schrijven. Een enorme klus, maar één die ik met heel veel liefde heb gedaan. Want al helpt deze brochure maar één iemand, dan is mijn persoonlijke missie geslaagd. Het ontwikkelen van de brochure heb ik overigens niet alleen gedaan. Natuurlijk was Yvonne heel nauw betrokken en hebben we de inhoud van de brochure laten checken op eventuele onjuistheden. Met een klein team, bestaande uit Yvonne, Jordan Leuvenman, Karin Denkers en ikzelf zijn we vervolgens aan de slag gegaan met de ontwikkeling en vormgeving. Eén ding was zeker, het mocht geen suf stapeltje in 3 gevouwen A4'tjes worden. En daarin zijn we meer dan geslaagd. Het is een prachtig magazine geworden, vol informatie en geïllustreerd met mooie professionele foto's. Een groep proeflezers, bestaande uit mensen met Usher-syndroom of ouders van een kind met Usher, was het testpubliek. Het was heel belangrijk om te weten hoe zij de brochure ervaarden en of hij inderdaad in de behoefte voorziet. Ook heb ik de brochure voorgelegd aan een aantal mensen die nog nooit van Usher-syndroom gehoord hadden. Zoals waarschijnlijk ook jouw omgeving, wanneer jij ze voor het eerst over jouw diagnose vertelt. Het doel was ook om een brochure te maken die je niet van A tot Z hoeft te lezen. Soms ben je een bepaalde stuk helemaal nog niet toe, of is het minder relevant voor iemand in jouw omgeving. Je kunt ieder stuk afzonderlijk van elkaar lezen, en desnoods door elkaar. Wil je meer de diepte in? Dan kan dat. Maar wil je meer aan de oppervlakte blijven of door naar praktische tips? Ook dat is mogelijk. De brochure moet voor jou een handvat zijn. Voor de informatie die je zoekt. Maar ook een hulpmiddel om makkelijker het gesprek aan te kunnen gaan. Met je familie, je vrienden, op school of op je werk. En hij is zo mooi geworden dat je hem ook rustig op tafel kunt laten liggen. Om bijvoorbeeld ook zo makkelijk het gesprek te kunnen starten. Op deze manier willen wij jou helpen om zelf de regie te houden.
over de informatie die jij tot je neemt, maar ook over hoe en wanneer jij het gesprek wilt voeren. De brochure is er niet alleen voor wanneer je kort geleden de diagnose hebt gekregen. Ook jaren of zelfs tientallen jaren later kan hij je nog verder helpen. Eigenlijk zou dus iedereen met Usher-syndroom deze brochure moeten hebben. Het mooie is, je kunt hem vanaf nu gratis tegen vergoeding van de verzendkosten bestellen in de webshop van de stichting. Dus neem een kijkje in de shop op www.ushersyndroom.nl. En hiermee zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Straks kunnen jullie met elkaar doorpraten in de breakout rooms. Dat ga ik zo uitleggen. Eerst ben ik heel benieuwd hoe je deze eerste letterstalk hebt ervaren. En dat is de laatste vraag in Slido van vandaag. Kun je in 1 of 2 woorden aangeven hoe deze eerste uitzending voor jou was? Zometeen praten jullie met elkaar door in de breakout rooms. Daarmee kun je andere mensen met Usher of naasten online ontmoeten. Je hoeft daarvoor niks te doen, dus blijf na deze uitzending gewoon wachten en dan brengen we jou in contact met andere mensen. Dan mag je in die breakout room met elkaar in gesprek over wat jou vandaag geraakt heeft in deze uitzending. Lekker napraten dus. In februari zie ik jullie dan heel graag terug bij de volgende letterstalk. En dan gaan we het hebben over wat belangrijk is in een goed leven met Usher. Hoe kun je dat zelf vormgeven? Als je een bijdrage wil leveren, bijvoorbeeld als artiest, of jij wil een Usher in het licht zijn, laat het ons dan weten. En wie weet ben jij de volgende keer hier in de studio van La Gomme in Arnhem. Wil je naar aanleiding van deze uitzending graag nog langer doorpraten met mensen met Usher? Dan kun je lotgenoten contact zoeken via de stichting Usher Syndroom. Tot zover. Ik zie een heleboel reacties van jullie binnenkomen. Dat jullie het interessant vonden, verhelderend, fijn en herkenbaar. Dus ik hoop dat jullie met een goed gevoel straks deze uitzending verlaten. Dan wil ik alle gasten hier in de studio enorm bedanken. Ook jullie als artsen, de rapper, Stichting Usher Syndroom, Jordan, de papa van Siem. Fijn dat jullie er vandaag waren. En wie weet zien we elkaar ook jullie nog eens terug met nieuwe ontwikkelingen in de studio. En dan gaan we nog iets heel belangrijks doen, want die prachtige patiëntenfolder is natuurlijk vandaag vers van de drukker gekomen. En deze patiëntenfolder gaat uitgereikt worden aan de vader van Siem. En dat hij maar symbool mag staan voor alle mensen die iets hebben aan deze prachtige patiëntenfolder. Dus ik zou zeggen, muziek erin. En misschien een beetje confetti. En wij maken hier een feestje van. Dankjewel voor het kijken. Yes. Doen we het nog 1 keer. Voor deze speciale overhandiging. Hey. Naarmate de jaren verstrijken, denk ik vaak aan wat er komen gaat. Hoe staat het met mijn ogen? Stiekem hoop ik dat het open gaat. Hopen op een wonder is geloven in het goede, maar beroep me wel op feiten als de vlekken in mijn ogen slaan. Ja. Beter focus op de rode draad. Buig maar liever over zaken die niet zomaar overgaan. De grote vraag blijft, wanneer eindig ik daar bovenaan? De poorten naar het paradijs steeds wat verder openstaan. Laat het los, rustig aan, even niks. Zogenaamd zo vanzelfsprekend omdat het leven over rozen gaat. Des te meer besef ik dat ik niet meer op de bodem sta. Opgeklommen ben, maar voor commentaar open sta. Op elkaar spelen, want we lopen graag stevig met een opgeven.